Terwijl het overgrote deel van de selectie aan het genieten is van een welverdiende vakantie, zijn Tom Overtoom en Damon Mirani nog altijd op het voetbalveld te vinden. Beide spelers revalideren van een blessure, waardoor ze het slot van het seizoen noodgedwongen aan zich voorbij moesten laten gaan. Maar, zo vertelt aanvoerder Overtoom, die herstellende is van een scheurtje in de binnenband van zijn rechterknie, het gaat weer de goede kant op. Gaat goed. Ik ben nu inmiddels 2 weken uit de brace en ik ben weer lekker op het veld. Je hebt helaas precies de cruciale fase van het seizoen moeten missen met onder meer de play-offs. Hoe heb je die periode vanaf de zijkant beleefd? Voor mezelf heel jammer dat ik de laatste wedstrijden niet mee kunnen doen. Ik denk dat de laatste weken bij mij goed gingen en dan kreeg je net zo'n vervelende blessure die iets langer duurde dan verwacht had. Hoe ik ze beleefd heb, uiteindelijk heel vervelend omdat we er heel vroeg uit waren en te vroeg vakantie hebben. Is het seizoen voor jou dan toch wel een beetje voor je gevoel als een nachtkaars uitgegaan, aangezien je eigenlijk een heel goed jaar draait, maar dan toch misschien een kater overhoudt aan die play-offs? Ja, ik denk dat je het goed zegt, ja. Ja. Nu ben jij volop aan het herstellen. Komt er zometeen wel een vakantie aan? Ja, die komt er zeker aan. Ik ben nu lekker met Damon aan het herstellen. Ik weet niet eigenlijk waar hij is. Kijk daar, cameraman. Okay. Ik denk dat ik nu nog 2 weken doortrain en dan neem ik even vakantie en dan gaan we weer beginnen. Waar ga je naartoe? Ik ga naar Spanje toe. Lekker even genieten van de zon. Ja, hoewel ik nu ook aardig goed sta. En daarna dan gaat de voorbereiding weer van start. Verwacht je dat je dan weer gewoon al direct aan kan sluiten bij de groep? Ja, als het goed is wel. We hebben net even met de fysio's gesproken en we zitten goed op schema. En als het goed is, dan als de voorbereiding weer begint, zijn we weer fit. Als we dan toch heel even vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Ieder jaar is de lat steeds ietsje hoger gelegd. Wat denk jij dat het doel moet zijn voor het komende seizoen? Ik denk weer een stap maken en weer beter doen dan afgelopen seizoen. En ik denk dan zeker in de cruciale fase, in de play-offs, toch weer een stapje te maken. Wanneer zou je voor jezelf tevreden zijn? Bij promotie. En over je eigen spel? Dat ik het toch weer beter doe dan vorig jaar. Duidelijk, dankjewel Tom. Fijne vakantie. Zoals Overtoom al aangaf, namen de spelers deze week ook zelf de camera ter hand. Zo fungeerde Damon Mirani tijdens het interview van zojuist als cameraman. En lijkt het erop dat hij zijn nieuwe roeping heeft gevonden. Ja, ik moet toch ergens in investeren. Hè? Net van Jordi Haak en Tom Overtoom verloren met latje trap. Dus ja, je moet toch ergens gaan investeren. Nou, het is dat je het zelf noemt, maar waar ging het mis, Damon? Ja, je kan veel dingen vinden, maar ik zeg gewoon, ik was niet goed genoeg vandaag. Jij zoekt geen excuses achter blessures en dergelijke? Nee. Ja, je kan het ook over het veld, over de wind, over de zon, maar ik was vandaag gewoon niet goed genoeg. Mooi is wel dat Tom en ik nu een drankje van je te goed hebben. Dat is zeker waar, die krijgen jullie ook. Maar supporters, ik sta er weer volgend jaar. Dankjewel, Dave. En over Tom zelf, die nam de microfoon ter hand om de perschef het hemd van het lijf te vragen. Jordan, dan sta je een keer aan de andere kant van de camera. Hoe voelt het? Ja, dat is ook wel eens bijzonder om mee te maken. Dan weet ik een keer hoe jullie je voelen. Voel je druk? Nou, enigszins wel dat jij zo voor me staat, ja. Ben je bang voor de vraag? Ik ben wel heel benieuwd wat ik kan gaan verwachten, ja. Verder vandaag, heb je nog belangrijke taken? Nou, zojuist in ieder geval jullie interviewen. Dat lijkt me eigenlijk de belangrijkste taak van de dag natuurlijk. En verder gaan we een beetje genieten van het zonnetje. Ga je je verjaardag niet vieren? Gaan we ook doen. Je bent jarig vandaag. Klopt, ja. Ik ben ook nog jarig, ja. Mooie dag, hè. Goed uitgekozen. Mag ik vragen hoe oud je bent geworden? 28, man. Ik word een oude lul. Feliciteerd, jongen. Van Damon en mij.